Yo, kijkers van Online Kids, en welkom bij een hele speciale aflevering, want we zitten namelijk nu achter de schermen. Goed jongens, van hartelijk welkom bij deze speciale aflevering. We bestaan namelijk precies 1 jaar, en dat is, ja, prima. Je zit er opgericht op 10 maart 2016, gisteren was het 10 maart 2017, en vandaag is het 11 maart, dus we bestaan precies nu 1 jaar en 1 dag. En dus daarom lijkt me leuk om eens een keer te vertellen, ja, wat ik doe op 1 dag van mijn YouTube-kanaal. Want ja, de video's die moeten opgenomen worden. Ja, die moeten op YouTube zetten. Maar ja, qua tijd, ja, over waarvan dit ding. Dus ja, waar ik qua tijd weg ben. En ja, hoe lang en hoeveel dagen dat ik er eigenlijk duur. Van op welke dag komt welke video. En welke dag ga je het opnemen. Ik ga jullie vertellen, ja. We beginnen op zondag. Nou, waarom eigenlijk op zondag? Want, ja, zondag, maandag begint dus de week officieel. En ja, op die zondag is het natuurlijk, ja, voor mij betreft is het heel druk. Wat ik eigenlijk doe is de opname van maandag. Moet om 4:30 moet een video komen, om 5:30 en om 6:30 moet online komen. Die neem ik op zondag en dan doe ik daar meestal rond een uur of 1:30, 2:00. En dan, ja, moet er op dinsdag, moet er ook natuurlijk video's komen. Die doe ik ook op de zondag. Ja, de dinsdag moet er alleen maar 2 komen. Dan neem ik die ook op, meestal na 6 uur. Dan doe ik dat meestal op de maandag. Ja, komt ook gewoon online, komt er ook video's online, hè. Op de maandag heb ik dan eigenlijk de opname van de woensdag, neem ik op zijn 2 video's. Maar op de maandag is bij mij ook best wel een drukke dag. Ik heb niks, ja, met Joel zit ik dan, en met de trainer zo van mijn sport. Dan doe ik ook op de donderdag doe ik een video. Online om 4:30 daarna komt er een video. Online dan zet er eentje van de donderdag. Kunnen jullie nog volgen, denk van, ja, op de dinsdag ga ik de opname van, ja, van donderdag van 5:30 en 6:30 op de, ja, op de dinsdag. Ja, op de dinsdag, ja. Dan zat hij van de donderdag op. En de woensdag, ja, dat is voor mij daar best wel een drukke dag. Ja, althans, van opnemen is het geen drukke dag. Want ik heb de woensdag altijd stage. En ja, ik ben meestal om 5:00. Ja, ik ben meestal om 5:00 klaar. En op woensdag komt dan altijd om 5:30. Komt eentje online, dus dan zat ik net. De opname van woensdag komt de opname van Fred van 4:30 van 5:30. Ja, ik moet gewoon echt s'avonds gaan opnemen. Dus ja, ja, dat was het. En op de donderdag, ja, op de donderdag, we zitten nu weer op de dag van de donderdag, gaat vrij snel. Dan doe ik eigenlijk de opname van vrijdag van 18:30 klaarmaken. Nou ja, zijn we donderdag, zijn we eigenlijk allemaal doorheen. En op de vrijdag, ja, dan ben ik gewoon vrij met opnemen. Dat als het zo iedere week gebeurt, ja, hebben we gewoon vrijdag gewoon de hele tijd vrij. Is ook weer eens fijn om van een YouTube kanaal van een dag waar je het niet hoeft op te nemen. Op de zaterdag, dus vandaag, ja, althans vandaag is een uitzondering op 10 maart dan. Vrij met opnemen. Ja, officieel ben ik vrij met opnemen op de zaterdag. Indien wordt de informatie om dit deel. Dus op de zaterdag heb ik meestal ook weer altijd vrij. Ja, behalve dan voor een informatie om video. En ja, op de zondag, ja, gaan we opnieuw nieuwe week. Van maandag en dinsdag opname. Van maandag op woensdag. Nou ja, gaat zo door. De thumbnails die worden eigenlijk. Ja, ga ik die. Wordt die van tevoren, als er een video online is, dan maak ik ook meestal thumbnails op die dag wanneer dat die online komt, dan doe ik meestal 20 minuten van tevoren, dan doe ik meestal om 4:30 moet er een video, dan doe ik meestal om 4:00, maak ik die thumb, daar heb ik een half uurtje de tijd, dus ruim de tijd, voor die thumbnail, en informatie om die video datums. Ja, ik zeg die wel, de volgende is op 1 april. Dan weten jullie dat al wel.
Ja, ik heb ook namelijk een whiteboard. Dat heb ik hier in mijn handen. Dan kan ik precies lezen, ja, wat ik eigenlijk moet doen. Dus is wel handig. 10 maart achter de schermen. Ja, dat is dus deze wat ik nu zeg. En ook een nieuwe Minecraft Survivor. Al 1 jaar. Het gaat behoorlijk snel. Het gaat echt heel snel. Ik wist nog hoe ik ben begonnen. Om 4 uur kwam altijd de rollercoaster Tycoon 3. Om 4:30 kwam Dog zit aan om 5 uur tank hier online. Ik wist nog precies, ja, video's. En in totaal toch behoorlijk veel video's. Hoeveel video's hebben we nu eigenlijk op dit kanaal? Ik kan niet zo zien, want. Blop. We kunnen gewoon op videobeheer. Nou, is dat mooi of is dat mooi? 650 video's binnen 1 jaar. En dan is dit de 651ste video's. Ja, er zal wel wat zijn die paar video's die privé zijn of zo. Dat kan wel wat zijn. Maar ga ervan uit dat dit zo is. Ja, dat is heel mooi. De abonnees. Ik kan gewoon. Dat is gewoon op mijn YouTube kanaal. Ik heb nu 14 abonnees. Jongens, dit is heel belangrijk. Dit is echt heel belangrijk voor mij. Voor jullie ook. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan heel snel. Het is gratis. Als je geen Google account hebt, kun je er eentje maken. Dat is heel makkelijk. Dan klik je gewoon op hier, account toevoegen. Oh wacht. Ja, je gaat dan gewoon. Als je geen account hebt, maar ik log me weer even uit. Dan log ik me zo weer in, kijk. Uitloggen. Ik ben nu uitgelogd. Wat je alleen nu. Je hebt geen Google account en het staat er altijd inloggen. Dan klik je gewoon hier op inloggen. En dan ja, kun je inloggen, maar je kunt ook op. Och, nu staat hij automatisch. Och, moet ik me weer. Hij staat er automatisch. Och, ik moet me heel even weer inloggen. Oh, wacht. Nu inlog maar die andere account is er. Maar dan staat er ergens. Dan staat er, krijg je dit. Kijk, geef uw e-mailadres op en dit. Mijn account. En dan staat daar onder account maken. Klik je daarop. Dan kun je voornaam, achternaam, kies gebruikersnaam. Moet sowieso een Gmail of ja, het beste van wel. Wachtwoord dag. Ja, dit. Oh ja, één ding. Je moet vanaf 18 jaar. Kan je eigenlijk met YouTube. Dus ik heb mijn op 19 nog wat. Klopt helemaal, vanaf 18 jaar kun je pas geloof ik een Google account hebben. Dat is dus heel mooi, je kunt dus met ja, van alles doen. Je kunt Play Store gebruiken, je kunt YouTube heel goed. Dan heb je ook een Gmail. En ja, wil je echt op reageren, moet je gewoon naar het YouTube kanaal. Je hoeft er niks op te schrijven, dat hoeft allemaal niet. Ja, dit kan ook echt. En ik kan gewoon ook op 14 abonnees. Ik kan gewoon tussen mijn abonnees kan ik kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zie er maar 7, maar ik snap dat helemaal niet. Je kunt ook precies zien wanneer er iemand geabonneerd is. Kijk, bijvoorbeeld, Imi Hagamar NL is 1 week geleden geabonneerd. Nou, dankjewel. Bijvoorbeeld hier, 3 maanden geleden, Sven Bosch, Jan Ever Bakker, Iman Games, Sorry Schmidt, Just Time, 9 maanden, B-tube, 11 maanden. Is behoorlijk lang, B-tube, maar ja, bedankt allemaal. Dat jullie nog steeds geabonneerd zijn op mij. Hier kun je ook zien op wie dat geabonneerd bent. Kijk. Bij hem ben ik geabonneerd. En bij de rest niet. Hier zie je. Meest recent. En wie is het populairst? Kijk hier. Justin. 4000. Dan heb je die. En dan heb je die zelf. Goed. Ja van alles. Ben je dus nog niet geabonneerd, doe dat dan. Het is gratis. Je hoeft alleen een Google accountje te maken. En ja, dat is niet zo moeilijk. Jongens, bedankt dat jullie mij de komende jaar gesteund hebben. Wij gaan natuurlijk de komende jaar gaan we ermee door. YouTube kanaal is gewoon het leukste wat er is. Heb jij nog vragen voor mij?
tips, wil je vragen weten over mij, laat me weten. Ik stel gewoon de antwoorden als je vragen hebt. Stel ze maar gewoon. Ik geef de antwoorden op. Wil je het ook een beetje privé? Wil je mij een mail sturen? Want ja, ik wil het toch wel echt privé doen. Je kunt via de Gmail doen of je kunt gewoon naar mijn Google. Gewoon een mail sturen naar richard@hotmail.com. Dus gewoon heel makkelijk. Gewoon mijn voornaam en achternaam. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Oh ja, één ding. Ben je, ik heb namelijk ook een Facebook groep. Als jij dan nog niet gelet, dan kan je dat gewoon doen. Je kunt gewoon, ik ga heel even op Facebook. Hoe kun je dat zien? Hier. Kijk maar, je kunt gewoon zo. Is niet zo moeilijk. Gewoon, dan tik je gewoon again. Kijk, dit is eigenlijk, ja, mijn Facebook pagina. Daar wordt ook alles, wordt extra. Hier links, van allemaal van YouTube. Klik je op die link, kom je automatisch op YouTube en dan zie je opeens deze film. Zie je? Dus dat is heel makkelijk ook bij Facebook. Dus ben je dan nog niet lid van, kun je gewoon lid worden. Kijk, je hoeft alleen maar daar op te klikken. En je kunt ook deze groep delen. Meldingen aan en allerlei types. Je kunt ook een poll maken en zo. Dus ben je dan nog niet, klik erop. Je hoeft alleen maar op deze balkje online games. En dan zie je, ja eigenlijk wat is het, dit. Dit stuk zie je dan. Kijk, klik je op online games. Dan zie je gewoon openbare groep. Hoef je alleen maar in te tikken. Want ja, je ziet hier ook een pagina. Je ziet hier met een vlaggetje online games. Klik daar niet op. Die heb ik ooit een keer gemaakt. Zie je dat? Dan ben ik nog altijd in mijn. Heb ik ooit op geklikt en dan weggeklikt. Dus dan weet je, dat was dit. Kan weg, want de rest is niet voor jullie interessant. Hoef jullie allemaal niet te weten. Kanaal, ik ben nu bij mijn abonnees. Hier kun je naar reacties. Kijk maar. Hier zie je allemaal reacties die gereageerd hebben. Je kunt ook antwoorden. Dus dat is heel mooi, toch? Kevin doet. Oké. Goed, ja, dit was het dus. Heel mooi. Ik denk dat onze informatie er bijna op zit. We zijn toch 12 minuten bezig. Goed. Ja, heb ik nog wat te zeggen? Heb je nog vragen over mij? Stel ze gerust onder in de reacties. Like deze video. Ben je nog niet geabonneerd, maar dat heb ik zo vaak gezegd. Abonneer gewoon gratis op de hoogte. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is ja. Echt, jullie weten. Misschien tot volgend jaar weer bij de informatievideo. Maar aanstaande maandag zijn we natuurlijk weer terug. Met nieuwe leuke games. Heb jij nog een toffe game? Laat het me weten. Misschien speel ik die wel. Het liefst op de Xbox 360. Want eerlijk gezegd, ik ben niet echt een PC gamer. Dus als je nog een leuke game van Xbox 360. 360. In september ga ik voor de One. Dus dan weet je, als je een leuke game, ja, misschien koop ik die dan wel. En dan ga ik die erop spelen. Of jij hebt hem. En jij doet er niks mee. En jij wil naar mij sturen. Maar hey, baas. Dat mag voor mij allemaal. Goed, ik hou je niet tegen daarvoor, hè. Goed. Ja, abonneer. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze steun. En dan zien we elkaar volgende week dan. Aanstaande maandag met nieuwe video's. Ik hoop dat jij erbij bent. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En abonneer. Hey jongens. Mazzel.